Dus het ligt hier vast. Ik snap u. Ik snap uw werk. Mm-hmm. En alles wat goed is aan uw werk sta ik achter. Maar ik sta niet achter de hele organisatie in Nederland zoals het gaat. Nee, oké, dat mag. Maar... En daarom stel ik u even een beetje moeilijke tegenvragen. Ja, dat van... zijn voor mij geen moeilijke vragen hoor. Nee. Nee. U hebt een vriendelijk gezicht en een vriendelijke lach. En in die zin, ik heb u eigenlijk al veel gezegd. Waar ik zo naartoe ga. Ja, dat klopt. Alleen dat kan ik natuurlijk nergens staan. U ziet wie de auto is. Die is ook bekend. Ja, dat klopt. Maar ik weet nog steeds niet wie erin zit. En hoe? Snapt u? Ja, ik snap het. Ik weet ook niet wie u bent. En ik weet dat u het mij moet vertellen en al die dingen. Maar eigenlijk hoef ik dat niet te vragen. Want ik zie uw ogen en ik denk, nou, het zit wel goed met meneer. En met die meneer. Ja. Dus dat is voor mij genoeg. En dat zou u ook kunnen doen. Dat zou kunnen, maar toch zou ik heel graag even... En wat zegt uw gevoel dan? Wat mijn gevoel zegt? Ja. Dat ik graag even wil zien... Dat is niet uw gevoel. Dat is uw instructies en uw programma en uw werk, wat u dan uw werk noemt. Ja goed, ik noem het werk, maar in mijn hoedanigheid als politieagent wil ik graag even weten wie u bent. Snap ik, maar dat hoef ik u niet te vertellen. Ja, dat bent u wettelijk verplicht. Ja, in uw verhaal wel. Ja. Maar die wet is afgeschaft in de zin dat u heeft wel eens gehoord misschien van soevereine mensen of vrije mensen. Jazeker. Heeft u echt van gehoord? Ja, natuurlijk. In Nederland ook? Ja. Oké. Okay. Nou, dan weet u dat er een groep is van meer dan 1000 soevereine mensen, erkend soeverein, die aan uw staatshoofd hebben laten weten, en ze heeft geen bezwaar gemaakt, dat was toen nog een zij, nu is het een hij, dat op een hele legale manier de mensen zich vrij kunnen maken van nou, waar u kiest niet vrij van te zijn. Mm-hmm. Nou, ik ben een van die mensen. Ja, dat kan. Nou, dus waar u naar vraagt is mijn natuurpersoon. Mijn BSE-nummer, burgerslavennummer. Ja. Of zoiets. Hoe je het wil noemen. Ja. Maar... dat burgerslavennummer hebben soevereine mensen, hebben de rechten daarvoor weer bij hunzelf neergelegd. Dus op het moment dat u geboren was en nu geboren was, misschien wel in Nederland, hebben uw ouders, vermoed ik, of eromheen, hebben uw naam bedacht en aangegeven bij de burgerlijke stand. En toen is er een natuurpersoon van u gecreëerd, een kopietje. Een kopietje van dat vlees en bloed gebeuren wat wel telt voor mij. Dat was toen van de staat. En daar refereert u nu aan. Ja. Maar het is mogelijk om dat weer terug te nemen. Eigenlijk raad ik het aan iedereen om dat te doen. Nou, ik heb dat gedaan. Ja. Dus het is niet meer van de staat. En de staat kan niet meer van mij eisen met wat voor wet dan ook. Nee, dat snap ik. Om mij te identificeren. Maar als ik daarin mee zou gaan, dan heb ik gewoon het verkeerde beroep gekozen. Nee, u heeft op dat moment met de beste bedoelingen... het beroep gekozen wat u denkt dat u daar het beste mee uitkomt. En ik heb een ander beroep gekozen. Omdat ik dat ook bekeken heb. Hè, de militairen en al die dingen. En meer dan 50 jaar meegelopen. En gezien dat dat niet opschiet. Uiteindelijk niet opschiet. De goede dingen zijn goed. Maar er zijn heel veel kwalijke kanten aan. Hè, als we nu naar Amerika kijken, ziet u verschrikkelijk dat daar gaat. Het is gewoon een beetje voor. Maar zoals het zich in Nederland ontwikkelt. Hè, nou, we weten nu van die afluisterschandalen. Nederland zit er helemaal in, hè, de AIVD. Het wordt nu onderzocht. Heeft op de gehoord dat het parlement, jullie parlement, dus een onderzoek verlangt naar wat de AIVD te maken heeft met die afluisterschandalen? Nee, daar heb ik niks van. Gelukkig hebben ze dat vandaag beslist. Hè, dat dat onderzocht gaat worden, of ze dat gaan doen, is een tweede. Of ze het echt gaan doen, maar ze doen alsof ze het gaan doen in ieder geval. Maar goed, daar kunnen we nog een half uur een gesprek over voeren. Ik wil nu gewoon graag even uw legitimatie. En wat als ik dat nou niet geef? Ja, dan creëert u een probleem voor zichzelf. Niet echt, want u creëert dan ook een probleem voor uzelf. Nee, of voor uw systeem. Dat is voor mij geen probleem. Zie u wat er verandert nu in uw uitstraling, in uw uitdrukking? Hoeveel agressie er eigenlijk begint te komen? Dat want denk u niet. Denkt ik van, als jij niet doet wat ik zeg, dan krijgt u een probleem. Dat heet agressie. Nou, dat heet in zo wezen kunt u dat zeker noemen. Zin geweld. Ja, maar het is het. Ja, want als ik hier gewoon blijf staan van dat doe ik niet. Want dat is mijn goed recht dat niet te doen. Ik heb geen boodschap aan jouw rechten. Ik ga je aangrijpen en ik ga geweld gebruiken. Nou, daar was ik niet van plan.
ja, hoe wilt u anders mijn identiteitsbewijs krijgen of uw vraag beantwoord krijgen? Nu ja, zit er weer een lach. Nu, u denkt toch niet dat ik met geweld u een legitimatiebewijs ga ontfutselen? Nee, maar u kunt me dan opbrengen en u kunt alles en dat is ook geweld. Ja, goed, maar, dat mag, dat nou, kan. Dat is ook geweld. Ja. Want u bemoeit zich met mijn vrij bestaan en ik bemoei me niet met uw vrij bestaan. Ik zie een auto aankomen, doe even het licht aan, zodat er een soort parkeerlichtje is, dat niemand hier toevallig uit de bocht scheurt. En ik maak geen gevaarlijke situatie, integendeel. Nee. U stopt, want dat is uw werk, wat u gekozen hebt. Misschien wel het verkeerde beroep, maar dat kun je altijd pas naar de hand zeggen. Maar wij komen hier gewoon naar aanleiding van een melding van een burger. Ja, maar die burger heeft niets fouts gezien. Er staat hier een auto geparkeerd. Nee, maar het moet niet fout zijn om uw legitimatie te kunnen vragen. Nee, en toch als wel, meneer. Als het nodig is voor onze uitoefening van onze taak, en wat in dit geval nodig is, want wij willen gewoon weten met wie we te maken hebben, dan dient u uw legitimatiebewijs af te geven aan ons. Ja, maar dat dienen is gebaseerd op een juridisch stelsel wat niet voor en iedereen meer geldt in dit land. Daar werken wij mee in Nederland, dat is niet anders. Nee, dat dan is... Dan moet u ergens anders dat gaan is, wonen. Nee, want dan, er is geen ander land waar je kan wonen. Daarbij heb ik mijn geboorterechten op deze plek, net zoals u hopelijk, of misschien, of in ieder geval... Maar als u zich op een Nederlands grondgebied bevindt, dan dient u zich te houden aan de wetten die daar gelden. Nee, ja, en dat, daarbij maar dat klopt. Hoort dus, als de politie vordert om uw legitimatiebewijs, dan dient u dat te geven. Dan raad dus ik u hierbij aan. Vordert ik u de legitimatiebewijs, voldoet u daar niet aan, wordt u aangehouden. Oké, dus het staat op het ding, want ik neem het allemaal op, dat weet u. Ook nog in beslag nemen. Als bewijsvoering dus. Dat nou is er, ja, maar zo werkt het niet, want dan heb ik weer advocaten en die gaan dat weer terugvragen en al die dingen. Nee, dus, maar weet je, het gaat mij niet om dat gedoe. Weet u, ik leg het u even geduldig uit en ik doorbreek mijn werk. Vordering, ik vorder u nog eenmaal om uw legitimatiebewijs af te geven, anders wordt u aangehouden voor de wetten op de identificatieplicht. Dan geef ik het u, omdat het hier vast staat, onder bezwaar. Ja, dat mag. Onder bedreiging eigenlijk. Prima. Want u bedreigt mijn vrije bestaan. Ja, daar, dat is waar. Uw staatshoofd weet dat daar een prijs op staat, zeg maar een boete. Ja. Die dus ga ik ook in werking nemen. Ik geef u dat omdat ik geen zin heb in de ruzie van u. En in die agressie van u. Ja, want dat is niet de wereld waar ik voor ga. En dat is precies wat ik u ook zeg. U denkt dat u goed doet. En u heeft met de beste bedoeling dat beroep gekozen. Maar... U komt met een agressie naar voren die nergens goed voor is en die meer agressie maakt. Ja, u noemt het agressie. Maar... Nou, wat hoor je nou? Als u niet doet wat ik zeg, dan hoppa. Ja, dat klopt. Snap je? Dat is agressie, ja. Dat is ad gredi, naar voren treden. Ja, maar er is natuurlijk al een heel gesprek aan vooraf gegaan. Hè? Gewoon een rustig, normaal gesprek. Maar er is ook... Nee, want het maakt niet uit wat ik zeg en hoe rustig. Op een zegt, mijn geduld is op en ik wil dit. Hè? Het maakt niet uit hoe lang ik praat, want uw idee staat al vast... In dit geval, niet... ja, zeker. Precies. Absoluut. En dan dus... ben ik wel bereid om u nog uw kant van het verhaal te laten. Ja, voor de goede vorm, en ze hoort het en dat kan enzovoort. Ja. Maar dat is geen goede vorm in die zin. Want uw intentie is altijd van, het moet zoals ik het wil. Of zoals mijn baas het wil. Want u bent niet vrij. En dat is een heel gevaarlijk ding. Daarom noem ik het een burger zelf. Voor mij of ik vrij ben. Ik zie het wat hier gebeurt. Vrijheid, dat is denk ik iets heel subjectiefs. Maar mag ik het legitimatiebewijs onder... Kunt u verder mag, met collega mag ik uw naam horen? Eerst? Kolen. Kolen. En u bent? Ik, Van der Vliet. Kolen en Van der Vliet. Meneer Kolen? Ik geef... Nee, ik hoef dat niet. Ik zie uw ogen en ik weet waar u zit. En ik weet wie u bent en ik weet waar u vandaan komt. In dit leven en andere levens. Maar... Ik hoop dat het een leuke wereld wordt voor iedereen. En dat heb ik uw staatshoofd verklaard waar ik in sta. Mm-hmm. Johan Peter Teunissen zal hij daar lezen. 4958 Schiphoek, al die dingen. Maar die rechten en die naam ligt bij mij. Die meneer schrijft het nu op. Mm-hmm. Dat mag niet. Die naam is geclaimd door mij. Ik heb de rechten over die naam. Ja, maar wij mogen dat noteren. Nee, uw staatshoofd hoort u ingelicht hebben dat dat niet zomaar mag. Net zoals dat u iemand met een cd-plaat niet aan mag houden. Voor diplomatiek, weet u wel? Daarvan is u wel verteld... Maar dit wordt u niet verteld, want de koning of koningin heeft er een beetje een probleem mee. Want dit is helemaal legaal gedaan, al die stappen. Ja, u kunt op de website ikmaakbezwaar.nl eens kijken. Of soevereine mens googelen. Ja, of vrije mens.
En dan snapt u misschien op een gegeven moment waar dit over gaat en waarom. Ja, maar zoals ik al zei, ik weet wat soevereine mensen zijn. En wat dat ongeveer inhoudt en hoe die mensen... Oei, ik moet wel een klein beetje lachen hoor. Sleutje van de handboeien? Sleutje van wat? Nee, dat noemen wij een persoonssleutel. Oh, een persoonssleutel. Oh, oké. Okay. Ik heb dus meegemaakt dat de collega's ook met zoiets waren jaren terug en toen waren ze de autosleutel kwijt. Konden ze hun auto niet meer en die stond daar te draaien zoals die van nu. Dus okay. Ik schiet even de lach over een geschiedenis in Haarlem. Dat ze hier een uur om hun auto heen zaten te zoeken. En, okay. Nou ja, en uiteindelijk kwam die terecht hoor. Maar goed. De goede kant is... Zeg wat u wilt doen. U wilt een veilig stukje Nederland maken. Dat zie ik wel. Dat proberen we aan bij te dragen. De manier waarop u doet, is precies, die roept precies het tegendeel op van wat u hoopt te bereiken. Nou, en dat is het probleem. Ja, in uw optiek is dat zo. Het gaat niet om optiek. Je kunt gewoon zien hoe dingen werken. Ja, maar ik ben ook niet op mijn achterhoofd gevallen. Ik zie ook hoe dingen werken. Ja. Maar ziet u de kracht van uw gedachten? Van uw intentie? Ja. Van uw angst die achter dingen zit? Hoe angst kan creëren en hoe angst meer angst creëert in zekere zin? Wat angst heeft u dan? Want ik ervaar op dit moment geen angst. Maar u zit niet op deze plek. Nee, ik zit niet op uw plaats. U zit niet gewoon op een rustig plekje eventjes ja, werk te doen. Ik heb ook geen angst. Oh ja, ik voel me behoorlijk geïntimideerd door wat hier gebeurt. Ja, ik ben niet waarom? Een mens dat iets heeft met angst. Nee. Ik heb iets met liefde. Ja. Maar wel degelijk voel ik wat hier gebeurt. He, als jij niet doet wat ik zeg, dan gaan wij. He, ik vorder u de laatste keer. Ja. Dat doen wij omdat wij die bevoegdheid hebben op het moment dat... Nee, u meent die bevoegdheid te hebben, maar u kiest die bevoegdheid te hebben. Nee, u kunt ook een ander... toebedeeld. Maar u kiest eerst die eten te doen en dat spelletje te spelen. U kiest dat masker, die rol te spelen die u heeft nu van agent en wat dan ook allemaal. He? Met de beste bedoelingen. Maar u komt niet uit waar u zegt te willen komen. Sorry, dat was het. U zegt, u komt niet uit waar u zegt te willen uitkomen. U komt met deze manier van denken en doen niet uit in een vredelievende wereld. In een veiligere wereld. In een wereld met minder geweld. U komt eruit in een wereld met meer geweld die onveilig is enzovoort. Dus als steeds meer politie nodig zijn, dank u wel. Dat weet ik niet. Ik doe dit werk al 13 jaar en ik zie het alleen maar minder worden. Ik ben blij... Nou... Ja, dat is mijn persoonlijke ervaring. Nou... Dan zegt u weet ook wat gangbaar is, maar het wordt niet minder. Hè? Waarom denkt u dat er al zoveel afgeluisterd wordt? Waarom denkt u dat er zo verschrikkelijk veel door de overheid wordt ingebroken in computers? Waarom wordt er zoveel in beslag genomen? Waarom is de pers en de media zo verschrikkelijk gecontroleerd? Dat is het gevolg van de technologische ontwikkelingen. Maar wie maakt er gebruik van? Iedereen. Waarom heeft de overheid... We leven toch in een bijna digitale... Waarom heeft de overheid geen enkele sturing over wat ze aan doen zijn met spioneren en bedrijfsspionage... als je kijkt naar de OPPT, de OPT, One People's Public Trust, hè, dat er zelfs een prijs op de mensenlevens gezet is om te handelen. Weet u dat Nederland geregistreerd is als een bedrijf? Weet u dat u een, zonder dat u het weet... Als je er objectief naar kijkt, dan leven we ook in een maatschappij. Een maatschappij kun je ook zien als een soort bedrijf. Maar wie is de eigenaar van dit bedrijf? Het is geregistreerd als een bedrijf in het Edgar-systeem, de Kamer van Koophandel van de Wereld. De corrupte mensen. Ja, en kijk, dat zijn dingen die ik allemaal weet. En ik vertel het nu even heel kort even. Ik ga er verder niet op in, want u staat een beetje te kleumen. Ik sneuvel voor u. Ik heb het niet koud hoor. Oké, nou ja, we kunnen hier nog zijn zolang u niet weggeroepen wordt. Want... Maar u bent gelukkig gerustgesteld. U weet waar ik naartoe ga. U heeft gezien dat de papieren kloppen. Ja. En ik zal gewoon de sanctie bij u neerleggen of bij uw bazen. En... Ja, maar over wat voor sanctie heeft u dan? Uw staatshoofd weet dat als ik word aangehouden of gevorderd of als al die dingen die niet mogen,
die ze legaal geaccepteerd heeft, maar aan u had moeten doorgeven, dat ze dan een boete krijgt van 1000 euro of iedere 5 minuten zoveel geld of wat dan ook. Die worden gewoon keurig uitgeschreven. Die krijgt uw baas of die krijgt u. Maar eigenlijk, omdat ik het al had over opt, is uw overheid opgeheven. Dat weten ze, maar dat vertellen ze u niet. En hè, zijn ook de banken opgeheven. Mocht u een hypotheekschuld hebben, die heeft u niet meer. Ze verzwijgen het, maar het is legaal opgeheven. Omdat de corruptie van de banken als u gelijk heeft, bewezen is. Zou dat een mooie zaak zijn? Dat gelijk heb ik. Maar nu krijgen we hetzelfde. U zegt, u meent dat u... Ja, maar die heeft u niet. U denkt dat u hem heeft. Ja. Maar u heeft hem niet. Sterker nog, er is een vordering gelegd op de banken. Door de mensheid, zeg maar, door u ook. Namens, helemaal officieel, hè, de UCC-filings heet dat. En dat alles wat de banken gedaan hebben, wat is namelijk volkomen gebaseerd op corruptie. En daarom ongeldig. En daarom is het opgeheven. Dat het terugbetaald moet worden. Maar uw bank zal dat nog niet vertellen, maar daar zijn we mee bezig. En dat is waarom u mij nu hier vindt, want dat doe ik even op rustige momenten. Okay. En dat mag. Kwestie van tijd, ja, dat mag, dat weet ik. Maar ik moet het ook kunnen doen. Ja. En dit is een veilig, rustig plekje waar ik het even kan doen. En u komt hier controleren wat ik aan het doen ben, maar ik zie geen gevaar in u. Maar ik vind het ook niet leuk. Ja. Maar dan gaan we u niet verder ophouden? Insgelijks. Dank u wel. En dan wens ik u nog een prettige avond. Ik u ook. En succes. En ik weet dat u hierover nadenkt. Tot ziens. Oké. Dag. Noten. 70 KRK7. Een opname van 16 minuten en 51 seconden. Ik breek hem af. And creation is boundless and free.